Zo. Goedenavond allemaal. Welkom op de tweede webinar die Maarten en ik organiseren vanuit Groen. Vorige keer hadden wij het over nachttreinen. En vandaag gaan wij het hebben over het meer toegankelijk maken van treinen. Dat is een thema dat mij heel nauw aan het hart ligt. Want hoe meer mensen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, ja, hoe beter dat eigenlijk is voor ons allemaal. Nu, vooraleer ik mezelf ga voorstellen en de sprekers ga voorstellen, wil ik jullie er attent op maken dat wij een schrijftolk voorzien hebben. Die schrijftolk die zorgt voor ondertitels. En dat kan je instellen, moest je die op dit moment niet zien, door onderaan je scherm op de drie puntjes te duwen. En daaronder staat meer. En daar kan je dan ondertitels inschakelen doen. Dus zo kan je ook gebruik maken van die schrijftolk. Ik zou graag beginnen met mezelf voor te stellen. Ik ben Kim Buist. Ik ben federaal parlementslid voor Groen. Sinds 2019 zetel ik in de commissie Mobiliteit. En dat is een commissie waar veel onderwerpen besproken worden. Maar heel veel van onze tijd gaat naar alles wat met NMBS en treinen te maken heeft. Wat is de bedoeling van vanavond? Vanavond wil ik in gesprek gaan met een aantal experten in zaken toegankelijke mobiliteit. En jullie zien die mensen ook op jullie scherm. Eentje is Reinaert, die zich straks zal voorstellen, net als zijn organisatie DITO, VZW. En de andere is Kurt, die zich ook zal voorstellen en ook de organisatie waartoe hij behoort, Connect. En hij doet dat samen met Febe. En jullie zien Kurt en Febe samen in het scherm zitten. Nu, natuurlijk ben ik ook geïnteresseerd naar wat u bezighoudt. Dus u kan ons vragen stellen. En dat kan u op drie manieren doen. Allereerst kan u dat onderaan uw scherm doen door het vierde icoontje aan te klikken, namelijk VNA, vraag en antwoord. En als u daarop klikt en u tikt daar uw vraag in, dan kunnen wij die zien. Een andere manier is op het einde van het gesprek eventueel uw handje op te steken. En dan kan u de vraag mondeling stellen. Voilà, Kurt, inderdaad. Zo kan je het handje opsteken. Of je kan dat digitaal doen. En dan zou je ze mondeling kunnen stellen. Probeer het wel kort te houden, de vraag, zodanig dat we ook de tijd hebben om te antwoorden. En als dat alle twee niet zou lukken, dan kan je mij ook een mail sturen door bijvoorbeeld te antwoorden op een mail die ik aan jou heb gestuurd naar aanleiding van deze avond. Voilà. Ik denk dat we dan alle praktische info met jullie hebben gedeeld. En dan vraag ik aan Maarten om de PowerPoint van deze avond te starten, zodanig dat we een korte presentatie kunnen geven. Goed. Ik begin graag met uw aandacht te vestigen op een nieuw artikel in de Grondwet sinds 2021. En dat artikel luidt als volgt. Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie
in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen. En eigenlijk geeft dat helemaal weer waar wij als Groenen naar willen streven. Wij willen samenwerken aan een betere toegankelijkheid en ook zichtbaarheid geven aan personen met een handicap, zowel in onze partij als in het beleid. En ik doe dat niet alleen. Onze partij heeft een heel mooie werkgroep, namelijk Groen Extra. Een netwerk voor en door personen met een handicap. En op het einde van de sessie gaan ook zij hun plannen en hun werking kort aan jullie toelichten. We zitten hier vandaag samen omdat we het willen hebben over mobiliteit. En u kan het ook zien op de slide. Mobiliteit is voor ons een basisrecht. Wie zich immers niet kan verplaatsen, die kan ook niet volwaardig deelnemen aan de samenleving. En dus zeggen wij met Groen, het mag terug vooruitgaan in ons land. Dat is ook de reden waarom onze minister, minister Gilles Quinet, eindelijk, na jaren waarin er niet geïnvesteerd is in de trein, beslist heeft om terug te investeren in de trein. En dat doen we met centen natuurlijk, maar dat doen we ook, en dat is misschien nog, of dat is misschien zelfs even belangrijk, dat doen we door een lange termijnvisie uit te werken. Waar willen wij naartoe met de trein? Hoe willen we dat de spoorwegen eruit zien in 2040? En we moeten eerlijk zijn, de dingen kunnen een heel pak beter. Dat zullen Reinaert en Kurt straks zeker ook vertellen. Maar wij hebben eindelijk wel een visie en een regering die beseft dat het spoor en dat de trein belangrijk is voor iedereen. Want dat is de manier waarop dat we ervoor kunnen zorgen dat de meest ecologische keuze de meest logische keuze wordt. Nu, toegankelijkheid, dat gaat over heel veel. Ik heb bijvoorbeeld een resolutie, dat is eigenlijk een vraag aan de regering, laten goedkeuren in 2019. Toen zijn Kurt en Reinaert ook in het parlement geweest en hebben zij daar mogen komen getuigen over de problemen die ze ervaren. En wij hebben daar een aantal aanbevelingen ingeschreven die we als parlementsleden belangrijk vinden voor de trein. En een eerste daarvan is meer treinen. Waarom is het zo belangrijk om meer treinen te hebben? Wel, bijvoorbeeld, ik woon in Ravels. Dat is vlakbij Turnhout. En ik heb eigenlijk maar één trein per uur om bijvoorbeeld naar Brussel te geraken. En mijn laatste trein die is rond 10:30 's avonds. Dus dat betekent dat als ik eens wil uitgaan of ik wil eens een avondje theater doen, dat ik eigenlijk niet meer thuis geraak. Dus toegankelijkheid gaat voor ons ook over meer treinen. En wat heeft deze regering beslist? Wel, je ziet het op de slide staan. Meer dan 2000 extra treinen per week. De helft van de stations krijgt een beter aanbod. Er zullen ook meer late treinen zijn in het weekend ook. En er moeten voor ons ook meer en ook betere aansluitingen zijn tussen bijvoorbeeld de trein en de tram of de trein en de bus. Wil dat zeggen, lieve mensen, dat we er al helemaal zijn? Nee, dat niet. Maar het is wel een stap in de goede richting. Nu, toegankelijkheid gaat voor ons ook over betrokkenheid. Wat we deze avond doen, namelijk zo dadelijk Reinaert en Kurt aan het woord laten, dat is voor ons heel belangrijk. We vinden dat het advies van personen met een handicap onmisbaar is. En daarom hebben we aan NMBS gevraagd, en heeft NMBS dat ook toegezegd,
om ervoor te zorgen dat wanneer bijvoorbeeld een station heringericht wordt, of als er bijvoorbeeld nieuwe treintoestellen gekocht worden, dat de stem van personen met een handicap ook gehoord worden. Dus dat er aan hen gevraagd wordt, wat heb jij nodig in het station? Wat heb jij nodig in de trein? Wat heb jij nodig bijvoorbeeld als je een ticket wilt aankopen? En vandaar dat er door NMBS beloofd is dat op dergelijke momenten, en dat zie je ook op de slide staan, de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap standaard wordt betrokken. Maar ook dat men met focusgroepen, dus mensen die weten waar ze over spreken, personen met een beperkte mobiliteit, bijvoorbeeld ter plaatse gaat om uit te testen of datgene wat men wil doen, of dat dat inderdaad ook een verbetering is voor die personen met die beperkte mobiliteit. Natuurlijk, en dat is een heel belangrijk aspect, is het belangrijk dat de stations dat die integraal toegankelijk zijn. En ik vertel u niks nieuws waarschijnlijk als ik u vertel dat dat heel veel centen zal kosten. Nu, op dit moment zijn er maar 98 stations in ons land die integraal toegankelijk zijn. Maar de doelstelling van NMBS, van Infrabel en van deze regering is om te gaan naar 176 toegankelijke stations over 10 jaar. En op de volgende slide heb ik een grafiek geplaatst die een klein beetje inzicht geeft in hoe we tot die 176 stations willen geraken gedurende de komende 10 jaar. Als je bijvoorbeeld kijkt naar grote stations, ik denk dan aan Antwerpen Centraal of aan Berchem of Brussel Centraal, dan is het echt de bedoeling dat tegen 2030 80% daarvan integraal toegankelijk is. Dus dat wil echt zeggen dat iedereen in dat station zelfstandig toegang heeft. De middelgrote stations, daarvan is het de bedoeling dat de helft tegen 2033 integraal toegankelijk zou zijn. En de totale stations, of de kleine stations, sorry, dat zouden 30% moeten zijn tegen 2033. Nu kan ik mij voorstellen dat als je deze slide ziet, dat dat misschien toch wel een beetje zuur is voor jullie. En natuurlijk zou ik u ook graag willen zeggen dat we binnen 10 jaar 100% van onze stations toegankelijk, integraal toegankelijk hebben gemaakt. Maar dat kost heel veel geld. En ik wil nog eens benadrukken dat er door de vorige regeringen niet geïnvesteerd is en dat deze regering beslist heeft om dat wel te doen. Die achterstand die kunnen we niet wegwerken op 10 jaar. Maar ik denk dat jullie wel zien dat er een versnelling aan zit te komen de komende 10 jaar. Ik kan jullie zeggen dat eigenlijk de voorbije jaren er telkens maar 5 stations per jaar integraal toegankelijk werden gemaakt. Maar dat groeit dus nu naar 15 stations per jaar. Dus er zal een verschil zijn. We zetten in op die stations die groot en middelgroot zijn. En er zal een versnelling komen. Maar we weten allemaal dat er ook nog wel werk voor de boeg ligt. Nu, naast de infrastructuur, dus we hebben het gehad over stations. We hebben het gehad over bijvoorbeeld treinmateriaal. Denken we ook aan toegankelijke reizigersinformatie. Ik was bijvoorbeeld pas in Duitsland. En daar wordt standaard aangekondigd wanneer een trein een station binnenrijdt, aan welke kant
van het rijtuig de deuren zullen opengaan. Dat is interessante informatie, want dan weet je aan welke kant van het rijtuig je kan uitstappen. Dus we zeggen eigenlijk dat we visuele, auditieve, dus gehoor, en op digitale kanalen heel duidelijke reizigersinformatie moeten geven. Waarbij we zeggen, de lettergrootte bijvoorbeeld moet ook voldoende groot zijn. Wat zeggen we daar nog? Dat ook het personeel opleiding moet krijgen in hun communicatie, zodanig dat ze aandacht hebben voor personen met een beperkte mobiliteit of met een handicap. Iemand die slecht ziet of die bijvoorbeeld niet zo goed hoort, dat daar in rekening mee gehouden wordt als het gaat over de reizigersinformatie. En ik had het daar straks over die focusgroep, dus die groep van mensen die gebruikt zal worden wanneer er beslissingen genomen worden. En die zal dus ook gebruikt worden wanneer het gaat over reizigersinformatie. En ook iets waar NMBS zeker nog op gaat moeten inzetten, is haar app voldoende toegankelijk maken en haar website voldoende toegankelijk maken. Zelf de trein op. Een heel belangrijk aspect voor mensen met een beperkte mobiliteit. Natuurlijk is het ideale dat we nieuwe treinstellen kunnen aanschaffen. Die nieuwe treinstellen, bijvoorbeeld de M7's, die hebben uitschuifbare treden, zodanig dat iemand met een rolwagen gewoon de trein kan binnenrijden. Die nieuwste treinstellen die hebben ook ruimtes die multifunctioneel zijn, dus die voor verschillende dingen gebruikt kunnen worden. Dus ook voor personen met beperkte mobiliteit, maar ook voor mensen met een fiets en mensen met kinderwagens. Want als het gaat over toegankelijkheid, dan gaat het ook over iemand die met zijn of haar buggy de trein op wilt. En waar die nu een aantal trappen naar boven moet, zou die makkelijker de trein kunnen binnenrijden. En minstens één rijtuig, of in minstens één rijtuig in die nieuwste treinstellen, vind je een toilet met voorzieningen voor personen met een beperkte mobiliteit. Maar niet alle treinstellen zijn natuurlijk nieuw. Dus zeggen we, er moet ondertussen ook ingezet worden op bijvoorbeeld opleiding van personeel, maar ook op het makkelijker hanteerbaar maken van een mobiele trede of een mobiele uitschuifbare helling die gebruikt kan worden bij die treinen. Assistentie, dus waar je recht op hebt of waar je aanspraak op kan maken als je graag gebruik wilt maken van de trein. Daarvan zegt NMBS dat men in 25 stations vanaf nu of binnenkort binnen het uur assistentie zal kunnen aanvragen. Van 132 stations met assistentie gaan we naar 152 stations met assistentie. Het is ook zo dat NMBS ervoor zal zorgen dat die assistentie zowel er is voor de eerste trein als voor de laatste trein. En ze streven ernaar om de reservatietijden nog verder in te korten. Opnieuw, we zetten stappen vooruit, maar het is helemaal nog niet waar dat we moeten zijn. Maar we zien wel dat we de goede richting uitgaan. En tot slot zien wij een heel belangrijke rol weggelegd voor het personeel. Ik kom regelmatig treinbegeleiders tegen die elke dag hun best doen om iedereen die de trein neemt zo goed mogelijk te helpen. Maar we denken dat het belangrijk is dat in hun opleiding dat daar ook aandacht voor is. En dus zegt NMBS dat wie werkt in een station of aan boord van een trein
in zijn opleiding ook hefbomen zal krijgen om ervoor te zorgen dat iedereen makkelijk de trein kan krijgen. Daarnaast, we hebben het al gezegd, dat ze ook luisteren, dus dat mensen die instaan voor het ontwerp en onderhoud van stations, dat ook zij permanent geholpen worden. Net hetzelfde als zij die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van treinen en personeel dat instaat voor communicatie aan de reizigers. Voilà. Dat is een beetje in een notendop, want ik zou nog veel meer kunnen vertellen. Maar ik vind het interessant om ook Reinaert en Kurt zo dadelijk aan het woord te laten. Wat onze visie is en wat onze minister samen met NMBS en Infrabel probeert te bereiken de komende jaren, wil dat zeggen dat alles al opgelost zal zijn? Nee. Dus moest u problemen hebben of moest u klachten hebben, dan vragen wij u ook om dat altijd te melden. Want daar kunnen wij allemaal alleen maar uit leren. En op de slide ziet u ook staan, dat kan u doen via NMBS, via de website www.nmbs.be. Maar dat kan u ook doen via de ombudsrail, via hun website www.ombudsrail.be of via Unia, www.unia.be of hun telefoonnummer 0800 12 800. En dan geef ik nu heel graag het woord aan onze eerste expert en dat is Reinaert. En normaal, Reinaert, zou jij nu zelf ook de presentatie moeten kunnen beheren zodanig dat jij je slides kan laten zien. Ja, goedenavond. Ik wil eerst even checken of iedereen mij goed hoort. Wij horen jou prima, Reinaert. Oké, goedenavond. Mijn naam is Reinaert Nieste en ik werk als stafmedewerker bij DITO. Ik ben altijd zeer vereerd als mensen mij aankondigen als expert, want ik heb misschien wel wat kennis doorheen de jaren opgebouwd, maar expert vind ik altijd een zwaar woord. Ik ga toch proberen om jullie zo goed mogelijk wegwijs te maken in het traject wat DITO rond toegankelijk treinverkeer heeft afgelegd. Voor de mensen die DITO niet zouden kennen, wij zijn een gebruikersvereniging voor personen met een handicap. Wij treden dus ook op als belangenbehartiger. Onze missie bestaat eruit om personen met een handicap te laten participeren op elk vlak in de samenleving. Maar we focussen ons wel op drie kernthema's: mobiliteit en toegankelijkheid, gezondheid en welzijn en inkomen en armoede. Hoe gaan wij nu als belangenbehartiger te werk? Het is belangrijk om te weten dat wat ik hier vanavond met jullie deel, dat dat niet de standpunten zijn die door drie professionele op een kantoor zijn genomen, maar dat we in co-creatie zijn gegaan met onze achterban, met personen met een handicap, om te kijken specifiek naar het treinverkeer van ja, hoe kijken wij naar de NMBS, naar de engagementen die moeten genomen worden om het spoor verder toegankelijk te maken. Dit doen wij in onze zogezegde Laat je stem horen groepen, waar we dus eerst de mensen ook wat gaan ondersteunen in hoe moeten we als persoon met een handicap nu belangenbehartiger worden, hoe moeten we nu helder standpunten formuleren. Dus
Ja, we zetten in op kennisverwerving bij personen met een handicap. Daarna trainen we ze binnen die Laat je stem horen groepen ook om, de argumenten die er dan zijn, om die glashelder over te brengen. En natuurlijk ook welke doelen willen we dan realiseren en hoe brengen we die dan ook naar een adviesraad. Om even te duiden dat eigenlijk de structuur is hoe wij werken. Mag ik bijna niet te snel aan het gaan? Specifiek rond mobiliteit zijn wij al een aantal jaren bezig. Wij hebben in 2019 een eerste campagne gedaan rond toegankelijk busvervoer en toegankelijke haltes. Daar hebben wij onder meer mee bekomen dat de reservatieplicht voor bussen en trams is afgeschaft op rolstoeltoegankelijke haltes. In 2020 is dan onze focus verschoven naar de NNBS. En we via de Laat je stem horen groepen met onze leden bepaald van oké, wat zijn daar onze prioriteiten in en waar lopen we tegenaan? Natuurlijk kwamen daar heel snel dingen uit rond de reservatieplicht, de ontoegankelijke treinstellen. En we hebben daar een campagne rond gedaan om ook de publieke opinie te sensibiliseren rond de problematieken van personen met beperkte mobiliteit. En we zijn dan undercover gaan filmen in het Centraal Station van Antwerpen. En wij hebben dan een campagnefilmpje gemaakt met allemaal situaties die personen met een handicap tegenkomen. Ik zie dat filmpje niet in de slide zit. Ik weet niet, maar kunt jij het opzetten? Of ja, oké. Dus ik denk, ik kan veel vertellen, maar het filmpje gaat een duidelijk beeld geven van de problematieken waar personen met een handicap dagelijks mee geconfronteerd worden. Belangrijk is om te vermelden dat geen enkel beeld in scène is gezet. Alles is undercover gefilmd en uiteraard nadien wel gemonteerd. Maar de beelden zijn niet fake. Maar het filmpje mag starten. Is er eventueel geluid? Het geluid lukt precies niet. Maarten? Dat is natuurlijk de technologie, hè, waarvan, of de techniek bedoel ik, waarvan we hopen dat die werkt. Nu, ik zie wel, Reinaert, het filmpje is ondertiteld. Ah, voilà. Nadenken over een soort aanmeldingssysteem. Maar mensen plaatsen laten reserveren op de trein om overrompelingen te voorkomen, dat ziet de NNBS niet zitten. Wel, net een van de grote troeven van de trein is de flexibiliteit die je hebt als reiziger om de dag zelf nog te kunnen beslissen om de trein te nemen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had graag een trein gereserveerd om 10:36. Binnen een uurtje. Het is zo dat dat waarschijnlijk niet gaat
gaat lukken. En voor een short notice moet dat vanaf 3 uur zijn. Nog 6 minuten op mijn plaats. Ja, ik zit met een probleem. Ik zou in Gent-Antwerpen moeten zijn. Hoi. Maakt uw naam alstublieft? Reiners de Papen. Zegt u? Reiners de Papen. En ik ben slechtziend. Ja, ik hoor u namelijk. T-A-N en dan N van november. T-A-N van november, meneer. De persoon die je probeerde te bellen is helaas niet bereikbaar. Ja, je kunt de rolstoel niet weg in Merken, ook niet. Oké, en hoe komt hij? Daar zijn geen liften. Dat zijn alleen maar trappen. Ah. Hallo? De verbinding was ineens weg. Ik heb 3 keren terug geprobeerd, maar het werkte niet. Als jij terecht zit, ja, dan zit je op 20 minuten zit in Bergen. Ik vroeg assistent. Waar station staat u, meneer? Sint-Truiden. Sint-Truiden, oei. Dat is al een probleem, meneer. Ja, daar is geen personeel daar, hè? Nee, Reiner de Papen. P-A-L. En nog een N. Ja, dan moet je bellen, hè. Je moet mensen bellen in Gent, want die van een trein komen alles. Ja, dat gaat die een trein niet gaan halen. En kunt u echt geen uitzondering maken? Vooral dat binnen een uur, dat is veel te kort. Wie beslist dat? Als ik vragen ben. Ik kan het sinds niet, hè, mevrouw. Dat is de beleid. Dat is altijd een gedoe, de reserveren. Maar nee, vooral moet dat er ook op het hand zijn. Ja, onvoorzien, dat is altijd... we proberen altijd dit te doen, we proberen altijd licht te krijgen. Dat is niet alleen de NMBS, maar ook de politiek, die beslissen daarover. Kunt de klant, om een uitstekende dienstverlening te blijven garanderen, is uw mening heel belangrijk voor ons. Ik vermoed dat deze beelden een klein beeld geven van uitdagingen waar personen met een handicap dagelijks mee te maken hebben. En gelijk de conducteur op het einde van het filmpje zei, is dat natuurlijk ook de sleutel rond toegankelijk treinverkeer ook wel een beetje in handen ligt van de politiek. Niet alleen Groen, maar alle politieke partijen hebben natuurlijk een verantwoordelijkheid om van toegankelijkheid in de brede zin van het woord een prioriteit te maken. Dat ben ik nog even vergeten te vermelden. Nadat we het filmpje hebben gemaakt, hebben wij ook binnen Dito een permanente werkgroep mobiliteit opgericht samen met onze collega's van KVG. En ons vervolgtraject naar rond toegankelijke treinen is dat wij een memorandum hebben geschreven naar aanleiding van het nieuwe openbare dienstencontract met enkele heel concrete punten van wat wij hebben of wat wij verwachten van dat nieuwe openbare dienstencontract en een aantal dingen die wij gevraagd hebben, zien wij ook terugkomen in het nieuwe openbare dienstencontract. Ik ga er de belangrijkste uitnemen. Ons volledige memorandum staat natuurlijk integraal op onze website. Voor wie dat eens zou willen doornemen. En misschien, Kim, vind je in ons memorandum ook nog een paar interessante handvatten voor parlementaire vragen of resoluties. Dat laat ik in het midden. Maar rond welke streefdoelen hebben wij nu in het openbare dienstencontract, het nieuwe openbare dienstencontract tussen de overheid en de NNBS, zaken teruggevonden. Natuurlijk zijn we heel blij dat er eindelijk een lange termijnvisie is rond de aankoop van het rollend materieel, waar duidelijk gestreefd wordt naar autonoom rijden. Het is zo dat elk rijtuig minstens 1 toegankelijk rijtuig moet bevatten met een uitschuifbare oprijplaat. En we lezen natuurlijk ook, en Kim heeft er ook al in haar inleiding naar verwezen,
dat de reservatietermijn verder wordt verlaagd. We hadden ook gevraagd in het memorandum dat er duidelijk werd ingezet op opleiding en sensibilisering van het personeel rond handicap, want uit de verhalen die wij dagelijks horen van onze leden, merken wij toch dat daar ook nog werk aan is om mensen altijd klantvriendelijk te onthalen met het nodige begrip ook voor de situatie van de betrokken persoon met een handicap. Maar dat komt ook terug in het beheerscontract. En er is ook een duidelijke ambitie om de communicatie naar de reiziger te verbeteren. Voor ons gaat het dan heel concreet over bijvoorbeeld voor mensen met een visueel handicap, aankondiging van de uitstapzijde in het station. Hè, dat is voor iemand met een visuele handicap niet altijd simpel om dat te weten. En welke prioriteiten geven wij nog graag mee? En wij zijn hier een beetje breder gegaan om dan waarschijnlijk zaken die SEC in een openbare dienstencontract worden opgenomen, omdat wij ook u, Kim, misschien wel wat willen inspireren naar wat jij nog in uw parlementair werk kunt gebruiken. Dus we zien vandaag eigenlijk dat als het gaat over welke stations prioritair toegankelijk gemaakt moeten worden, spelen eigenlijk vooral de reizigersaantallen een rol. Wij vragen ons daar af van, als het dan gaat over toegankelijkheid, en natuurlijk is toegankelijkheid een voor iedereen in de samenleving van toepassing, maar in die prioritering kunnen misschien ook elementen worden meegenomen. Is er een dagcentrum voor personen met een handicap aanwezig? Is er bijvoorbeeld een G-sportclub aanwezig? En zo verder. Wat wij ook nog belangrijk vinden, dat is misschien niet dadelijk iets voor een beheerscontract, maar vandaag kan je via de app je trein reserveren. Dat is een recente verbetering, een app die op zich heel goed werkt, maar het is wel een aparte app. En dat is niet zo gebruikvriendelijk, want voor dienstregeling te checken moet je dan in één app gaan kijken. Voor reservatie te maken moet je dan in een andere app gaan handelen. Wij vragen ons af, kan dat niet gewoon geïntegreerd worden in één app, gelijk dat ook bij de Nederlandse spoorwegen het geval is. Wat wij ook missen is, vandaag spreekt de NNDS, als het gaat over een toegankelijk station, over een aantal criteria, dat is dan de aanwezigheid van een ticketautomaat, de aanwezigheid van geleidelijnen, het perron. Hier in België heb je 3 perronhoogtes, maar als het perron dan ligt op 76 centimeter, dat is de richthoogte. Dat zijn allemaal criteria die vandaag bepalen of een station al dan niet toegankelijk is. Maar voor ons een heel belangrijk criteria is daar niet in opgenomen. En dat is de aanwezigheid van die assistentie, de aanwezigheid van die B4U-ploegen, maakt vandaag geen deel uit van de afweging of een station toegankelijk is. En als ik me niet vergis, heb je bijvoorbeeld de situatie in het station van Vilvoorde dat fysiek perfect toegankelijk is, maar waar geen assistentie wordt geboden. Ja,
wat voor Dito ook nog altijd een hele belangrijke is, is de aandacht voor de digitale kloof. Je hebt altijd mensen met een handicap die nood hebben aan het fysieke contact om bijvoorbeeld een reservatie te maken. En wij vinden dat al die dingen complementair moeten zijn. Dus wij hopen niet dat de introductie van een app de fysieke contactmogelijkheden met de NNBS zal te niet doen. Natuurlijk, ik ben ze niet meer chronologisch aan het overlopen, zie ik, maar de verdere opleiding van personeel dat instaat voor assistentie blijft voor ons ook een hele belangrijke. En wat we daar toch heel graag expliciet willen meegeven, is dat ieder personeelslid van de NNBS de ingesteldheid zou moeten hebben dat het recht om te reizen altijd hoger staat dan de plicht om te reserveren. Waarom zeggen we dat? Wij horen van onze leden, en ik heb het zelf ook al meegemaakt, dat wanneer iemand bijvoorbeeld geen reservatie heeft gemaakt, dat de eerste vraag van het personeel gaat zijn: ja, meneer, je hebt geen reservatie, dus gewacht. Terwijl wij eigenlijk zeggen: nee, de taak van die persoon die instaat voor assistentie is, de eerste vraag moet zijn: waar moet u naartoe? En heeft u eventueel een reservatie? Dus wij zeggen, het recht om te reizen moet hoger staan dan de plicht te reserveren. Oké, als we nu dan even gaan kijken naar hoe leest Dito de ambities in het beheerscontract, dan, Kim heeft er ook al naar verwezen, ja, dan zien we heel veel goede intenties, hè, van 98 stations, toegankelijke stations vandaag, gaan we naar 176 stations in 2032. Elke nieuwe treinsamenstelling bevat minstens één multifunctioneel rijtuig met op termijn een uitschuifbare oprijplaat. Dus goede intenties en zeker een stap vooruit. Maar we horen van onze leden, en ik ben zelf ook een rolstoelgebruiker. Ik heb mijzelf die bedenking ook al gemaakt. Tegen dat ik echt autonoom ga kunnen reizen, zit ik waarschijnlijk in een rusthuis. Dus er gaat momenteel ook een hele generatie nog niet optimaal zelfstandig kunnen reizen. En dat terwijl voor veel personen met beperkte mobiliteit het openbaar vervoer toch vaak het enige alternatief is. En dus wij zouden toch wel willen oproepen om waar mogelijk nog een tandje bij te steken, want als we daar nu eens heel vanuit activistische hoek naar gaan kijken, moeten we tot de conclusie komen dat in 2032 plus minus 374 stations nog niet toegankelijk zullen zijn. En om dan een verwijzing te maken naar toch wel een belangrijk document dat door alle regeringen in ons land is ondertekend in 2032, zijn we ruim 23 jaar na de ondertekening van het VN-verdrag in België. Het VN-verdrag dat toch stelt dat iedere persoon met een handicap zich autonoom moet kunnen verplaatsen. Dus voor ons
kan het natuurlijk altijd een beetje meer. En we hopen dat daar ook deze legislatuur en zeker ook de volgende legislatuur door de partijen die aan zet zullen zijn, verder in geïnvesteerd wordt. Voor ons als DITO is deelname aan de samenleving voor iedere persoon met een handicap altijd het uitgangspunt. De toegankelijkheid van het openbaar vervoer en van de publieke ruimte wordt ook heel vaak gepercipieerd als kostenpost. Kim heeft er ook naar verwezen dat het allemaal duur is en we willen dat niet ontkennen. Anderzijds denken wij, en weten we dat ook vanuit getuigenissen, dat de ontoegankelijkheid van de publieke ruimte vandaag ook heel wat kansen ontneemt aan personen met een handicap, kansen op de werkstelling, kansen op het sociaal, kansen op participatie in het sociaal-economisch leven, wat dan ook zijn terugverdienaspecten kan hebben, als dat wel mogelijk zou zijn. Dus voor ons maken wij liever vandaag dan morgen komaf met de participatiedrempels in het openbaar vervoer. En bij deze ben ik aan het einde van mijn presentatie. Ik blijf beschikbaar voor vragen tijdens de webinar, maar ook zeker nadien. En u kan hier mijn contactgegevens terugvinden. Dankjewel, Reinaert. Dankjewel voor de eerlijkheid en de transparantie waarmee je gesproken hebt. Ik neem een aantal dingen heel erg mee. Het feit dat je zegt dat je je achterban beluistert en dat je inderdaad niet een expert wil zijn of genoemd worden, maar eerder een gastspreker. Maar dat je dus de stem van verschillende mensen meeneemt in jouw werk of in jullie werk als DITO VZW. Ik heb ook gehoord dat jullie ook rond de bus gewerkt hebben. En ik heb twee fantastische collega's in het Vlaamse parlement, Anne Martelaren en Stijn Beks, die daar ook elke dag mee aan werken en die ik ook zeker jullie opmerkingen mee zal geven. Het filmpje, dat doet mij toch wel wat blozen, want dat betekent dat er nog heel veel werk is als politiek ook. Ik ben heel blij met je aanbevelingen, want het feit dat je me inspireert om inderdaad vragen te stellen en om inderdaad te kijken naar resoluties, dat is de manier waarop ik alleen maar een betere politica kan worden en wij als Groen aandacht kunnen hebben voor die inclusie. En ik wil je eigenlijk vooral heel erg bedanken, maar zoals je zei, je blijft nog bij ons om eventuele vragen te beantwoorden. En dan wil ik nu graag overgaan naar Kurt en naar Febe voor het volgende stukje. Normaal gezien kunnen jullie nu ook de presentatie zelf bedienen. Goedenavond. Ik ben Kurt, medewerker van Connect. Drie jaar geleden heb ik hem ook een brief geschreven. Daarin bevoelde ik gewoon hoe dat is om mijn gewaarde recht te nemen. Maar op mijn verbazing is die brief die wat aandacht had en dat was een zeer goed bewust worden voor dat. Maar ik wil nog veel meer zeggen, maar ik vergaat wat moeilijk. Daarom ga ik nu het woord geven aan Weber.
Hallo allemaal, ik ben de Svebe en kan inderdaad Kurt zijn tekst namens Kurt spreken. Dat is het eerste, dus je hebt dromen. Bij mooi weer wil je een dagje naar de zee, je wilt naar de universiteit gaan studeren, je krijgt slechts nieuws over familielid en je wilt er onmiddellijk naartoe. Maar dat kan dus niet, want het openbaar vervoer is hier dus niet op voorzien. Personen met een beperking worden uitgesloten. Uitsluiten is een heel zwaar woord, maar het is wel zo. Dus we moeten het durven benoemen, ook al gebeurt het soms onbewust. Ze krijgen vaak niet de kans om een actieve rol op te nemen in de maatschappij. Natuurlijk ligt dat niet alleen aan het ontoegankelijk openbaar vervoer, maar we moeten wel beseffen dat deze uitsluiting de reden is waarom de afgelopen 50 jaar niet is geïnvesteerd in toegankelijkheid en ook niet in openbaar vervoer. Voluit leven in een inclusieve wereld, dat is dus waar Connect voor gaat. Zo zetten we de samenleving in beweging. Inclusie, dus ook toegankelijkheid, is een ketting die maar zo sterk is als de zwakste schakel. En mobiliteit is daar een van de belangrijkste schakels in. Wat kan men betekenen in deze maatschappij als men niet eens van A naar B geraakt? Dan een mentaliteitswijziging. Dus wij ijveren voor een mentaliteitswijziging in alle lagen van de bevolking. Iedereen moet beseffen dat mensen uitsluiten niet meer van deze tijd is en dat integrale toegankelijkheid geen keuze meer is. Wij merken deze mentaliteitswijziging al bij sommige mensen op, zoals bij de top van de NMBS, bij sommige politici en een paar anderen. Zo geven we aan architecten en stationbeheerders een opleiding, niet over hoe ze een station en omgeving integraal toegankelijk moeten maken, dat weten ze beter dan ons. Wel laten we ze aan de lijve ondervinden waarom toegankelijkheid zo belangrijk is. Maar zolang er geen integrale mentaliteitswijziging komt, bij heel veel mensen zal er weinig ten gronde veranderen. Kurt gaat de volgende slide opzetten. Oei, ik ben te snel. Ja, had ik. Dus inclusie is goed voor iedereen. De nood van inclusie moet meer worden ingezien. Dit hangt sterk samen met het vorige punt. Ook is inclusie geen keuze meer. 50 jaar lang is te weinig ingezet op inclusie. Er is daardoor een enorme achterstand opgelopen tegenover andere landen. Anders zaten we hier niet. Deze schrijnende situatie moet onder ogen gezien worden en oplossingsgericht denken is nog de enige moeilijke weg. Zaken apart blijven organiseren voor mensen met een handicap is niet langer de juiste keuze. Een voorbeeld, het buitengewoon onderwijs. Blijven we zien als goed alternatief voor het gewoon onderwijs, voor heel wat kinderen is dat niet vast voor inclusie. Dus ja, het wordt tijd dat we dus beseffen dat iedereen baat heeft bij inclusie. Volgende punt is het zoeken naar quick wins. Daar zegt Kurt, we moeten op zoek naar quick wins. De nieuwe reservatie-app is hier dus een voorbeeld van. 3 jaar geleden heeft de NMBS hun eindtool aangepast. Op termijn moet iedereen overal autonoom de trein kunnen nemen. Met de plannen die er nu liggen, zal dat over 40 jaar dus een feit zijn. Dus 40 jaar. Men kan daar verontwaardigd, kwaad, ontmoedigd of gelijk wat over zijn. Het is gewoon een feit ten gevolge van de verkeerde keuze van de afgelopen 50 jaar. En dat kan niet rechtgezet worden op korte termijn, zelfs niet op middellange. Men moet dus op zoek gaan naar zaken die op korte termijn een stap vooruit zijn. Bijvoorbeeld conducteurs die conducteurs de macht gingen geven om de oprijplank te mogen leggen, zou een zeer grote stap vooruit zijn. Of alle stopplaatsen tussen Brugge en Gent bestaan uit nieuwe toegankelijke perrons. Op deze lijn alleen maar toegankelijke treinen laten rijden, zou al één autonome lijn geven. Autonoom reizen tussen een grote station moet toch ook zo'n quick win zijn. Nee. Is het? Ja. Ah ja. Dan een laatste puntje. Mobiliteit voor iedereen. Mobiliteitsprobleem voor iedereen. En daar zegt Kurt, wij ijveren ook voor meer aandacht voor het grotere mobiliteitsprobleem.
Het gaat niet alleen om mensen met een handicap. Zij maken al bijna 18% van de Vlaamse bevolking uit. Maar het gaat om nog veel meer mensen. Mensen met kinderen, buggies, fietsen. Mensen op oudere leeftijd met een tijdelijke beperking, zoals een gebroken been en nog vele, vele anderen. Al deze mensen zullen meer en meer de trein moeten gaan nemen. Iedereen staat meer en meer in de file. Daar zal op redelijke korte termijn oplossingen moeten gezocht worden. Ook de vrouw met hoge hakken en een minirok zal overtuigd moeten worden om haar BMW te laten staan. Waarom is er zo weinig aandacht voor een beter openbaar vervoer? Ook dit lijkt ons de enige keuze om België leefbaar te houden. Wij zijn zeker dat we op een punt gekomen zijn dat het openbaar vervoer niet meer uitgebreid kan worden zonder dat integrale toegankelijkheid daarin meegenomen wordt. Wij zitten ons op het goede spoor, maar we moeten nu met velen de juiste trein nemen. Als we deze nu missen, als nu niet de juiste keuze gemaakt wordt, deze trein te nemen, zal het nooit goed komen. Dat was. Dankjewel, Kurt. Dankjewel ook, Febe. Maar Kurt, ik wil je ongelooflijk bedanken, omdat je een aantal heel rake opmerkingen hebt gemaakt. Allereerst, ik ben het eens dat we meer moeten inzetten op openbaar vervoer, omdat we inderdaad veel meer in de file staan. En ik ben het eens dat die dame met haar hoge hakken ook inderdaad de trein zal moeten nemen. Ik denk dat je gelijk hebt dat er een mentaliteitswijziging nodig is. En ik denk dat we stappen vooruit zetten, maar dat het soms nog echt te traag gaat. En dat die verkeerde keuzes van de voorbije 50 jaar, dat we dat niet in één dag kunnen oplossen, zelfs niet in één jaar. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Maar ik ben het met jou eens dat we quick wins moeten zoeken. En ik hoop dat we daarin voor jou een partner kunnen zijn, als partij, ik ook als parlementslid, om, net zoals ik tegen Reinhard heb gezegd, die kleine dingen die jullie meegeven, dat we kunnen proberen om die toch ook nog werkelijkheid te laten worden. Lieve mensen, ik wil Reinhard en Kurt ongelooflijk bedanken voor hun inzichten. Ik heb goed geluisterd naar Reinhard. Geen experten, hoewel ik vind dat ze toch wel heel wat ervaring hebben. Ik heb eens gekeken in de chat terwijl de mensen bezig waren. En uiteindelijk kwamen er weinig vragen. Alleen Inge van de Velde. Zij zei van ons station is nog maar eens doorgeschoven als het gaat over die investeringen van de verhoogde perrons en de toegankelijkheid. Ik weet natuurlijk niet, Inge, over welk station het expliciet gaat. Maar ik weet wel dat als je mij dat laat weten, Waregem weet ik ondertussen, dat ik toch eens een vraag zal stellen aan de minister, die dan doorspeelt aan NMBS, of er zicht is op de planning en wat er eventueel nog kan gebeuren. Maar ik kan natuurlijk ook geen belofte doen waarvan ik weet dat ze misschien geen waarheid worden. Ik kan alleen maar op diezelfde nagel blijven duwen en dat is wel iets dat wij willen doen. Jonas zegt dat hij ervan droomt om zonder assistentie de trein te kunnen nemen. Omwille van de gap van 20 centimeter die hij met zijn rolstoel niet kan overbruggen. Ik denk dat Kurt het daar ook over gehad heeft en Reinhard ook. Dat het belangrijk is dat die oprijplaten dat die, door iedereen gebruikt kunnen worden. Want dat is nu niet het geval. Zodanig dat die op dat moment overbrugd kunnen worden. Dat is een beetje wat Jonas ook tegen ons zegt. Inge, dank je wel voor je begrip. Het is inderdaad niet alleen in Waregem dat de treinen of dat de stations aangepast moeten worden. Zoals gezegd, er worden stappen vooruit gezegd. Kurt heeft het gezegd, zegt Reinhard ook, maar we zijn er zeker nog niet helemaal.
Ik heb niet het gevoel dat er echt nog concrete vragen zijn. Ik denk dat we allemaal duidelijk geweest zijn. Dus ik zou graag Kathleen, die hier ook aanwezig is, nog even het woord willen geven over Groen Extra. Maarten zou jou nu, Kathleen, normaal spreekrecht moeten geven. Allee, of spreekrecht, dat klinkt zo'n beetje verkeerd, hè? Maar jij zou nu normaal moeten kunnen spreken. Dag Kathleen, ik zie je naam verschijnen op het scherm. Maar je gaat wel je micro moeten afzetten. Dat lukt nog niet, denk ik. Dag Kathleen. Hallo, hoor je me, jullie mij nu? Wij horen je, we zien je niet. Och, dat is jammer. Ja, maar als je... Mijn video start. Ja, onderaan je scherm zie je naast het microotje zie je een video staan. Ja, en ik heb dat al uitgedaan. Maar nee, je moet daar nog eens op klikken misschien. Ah ja, nou. Maar als het niet lukt, we horen jou wel heel goed. Ja, oké. Ik wou zeggen dat ik ben GroenLid en ik ben fervente gebruiker van de trein. En ik woon in de Westhoek, dus ver van waar dat het groot gebeuren altijd doorgaat overal. Ik wil eerst en vooral zeggen bedankt aan Kurt en Reinhard, want wat dat ze vertellen is zo herkenbaar. Maar ik denk dat we allemaal samen daar iets moeten aan doen. En ik ben van Groen en Groen is eigenlijk zorgt voor inclusie en toegankelijkheid. Dat zijn heel belangrijke waarden. En daardoor is er relatief nieuw netwerk. En dat noemt Groen Extra. En Groen Extra, dat staat ook voor samenwerking. En daarbij worden wij ondersteund door Anne de Martelaar, ons parlementslid. En ik kan zeggen dat toegankelijk voor een politieke partij heel belangrijk is. En als alle politieke partijen zich daar nu mee bezighouden, zal dat wel moeten lukken, denk ik. Ik denk dat we vooral moeten... Dus wij noemen ons Groen Extra, omdat wij een extra toets willen geven aan alles wat dat de partij doet. Eigenlijk zou moeten een automatisme zijn bij een partij voor die toets te doen van toegankelijkheid. Zowel in de werking als in de programma's. En als iedereen daarvan overtuigd is, denk ik, ben ik ook overtuigd dat we wel vooruit zullen gaan. En we moeten inderdaad, zoals jullie zeggen, veel sneller vooruit gaan. Maar dan is het ook belangrijk dat we volhouden. En het gebeurt soms dat mensen een trein nemen en ze zeggen, we hebben een slechte ervaring op één keer. Dan zeg ik altijd tegen de mensen, maar je moet niet één keer proberen, maar je moet veel proberen. En je moet het altijd zeggen. Vandaar ook in die focusgroepen. Ik ben soms al naar zo'n focusgroep geweest en dat is wel heel belangrijk. Als je daar naartoe kunt gaan, is dat heel belangrijk, omdat dat weer een stem is die kan wegen. Dus Groen Extra is een duurzaam netwerk waar dat iedereen welkom in is. En wij gaan proberen om het een beetje te laten versnellen. Niet dat we dat zeker
allemaal kunnen. Want als het zo lang stilgelegen heeft, hebben we heel wat inhaaltijd nodig om dat weer goed te krijgen. Maar ik zie dat het de wil er is en dat we eraan kunnen werken. En ik zou oproepen aan iedereen om dat te doen. Wij met Groen Extra gaan in alle geval ons best doen om op alle domeinen te werken. En we merken nu al zelfs verschil. Want bijvoorbeeld als er iets georganiseerd wordt, wordt er rekening gehouden met toegankelijkheid van locaties, van toiletten en van die dingen. Maar het lukt niet altijd. Maar, nee. Maar we zijn ervan overtuigd, als we blijven zeggen, dat het gaat lukken. En ik zie dat er toch al meer en meer mensen met een beperking komen naar onze activiteiten en evenementen. Dank je wel, dus Kathleen, om dat even te willen toelichten. Ik neem mee dat jullie een extraatje of een extra dimensie willen leggen op alles wat we doen. Dus dank je wel daarvoor, Kathleen. Ik heb ondertussen ook gezien, Maarten, dat Herman zijn hand heeft opgestoken en dat hij eigenlijk ook nog een vraagje wilt stellen, denk ik. Dus Herman, dan geef ik nog kort aan jou het woord. Herman, we zien jouw naam nu, maar je gaat onderaan het scherm misschien ook nog heel even je micro moeten afzetten. Oh. Ja, ik hoor je, Herman. Ik hoor je. Ja, ik ben veel te laat binnengekomen. Ik heb alleen het laatste van 9:15 ben ik nog maar hier. Dus, en u ziet mij ook niet, denk ik, of wel? Nee, maar dat is geen probleem, want we horen jou heel goed. Ik heb geprobeerd met alles, maar ik raak niet. Ik kan wel lezen, maar ik kan niet. Nee. Ik heb niet gevolgd, sorry. Dat is helemaal niet erg, Herman. Herman, het is zo dat we de sessie hebben opgenomen en dat al degenen die zich hebben ingeschreven ook een link zullen krijgen zodanig dat je het opnieuw kan bekijken. Oké? Okay? Ja, ik ben aan het lezen. Oké, okay, ja. Voilà. Oh, ik ben gelukkig. Oké, okay, dankjewel. Dat ik niet kan reageren. Nee, maar voilà. Dankjewel in elk geval. Maarten, ik zou graag willen afsluiten. Ik heb nog een paar dingen die ik wil zeggen. Eerst en vooral aan Inge. Inge, ik heb Waregem genoteerd. Jeff, ik ben het eens met jou dat Mortsel Oude God, dat die tweede treinverbinding er moet komen. Ik heb de minister daar ook al regelmatig over ondervraagd. En ik zal dat ook blijven doen. Omdat dat inderdaad niet alleen voor jou, maar voor veel mensen daar belangrijk is. Ik wil Kathleen bedanken voor haar toelichting bij Groen Extra. Maar natuurlijk wil ik ook Lore bedanken, onze schrijftolk, die ons eigenlijk gedurende heel onze sessie voorzien heeft van ondertitels. Ik vind dat een talent dat je dat kan. Dank je wel, Lore, om dat te willen doen. Maar ik denk dat ik vooral een hele dikke dankjewel wil zeggen tegen Reinaert van Dito VZW en Kurt van Connect, samen met Febe. Jullie zijn voor mij een inspiratie voor mijn werk. Blijf dat alsjeblieft doen. Jullie hebben onder andere mijn mailadres. Ik heb ook dat van jullie. Zodanig dat ik, zoals Reinaert het goed heeft gezegd, dat ik naar jullie stem kan luisteren. Laat jullie stem horen, want het kan ons werk eigenlijk alleen maar beter maken. Voilà, ik denk dat onze webinar gevuld was. Ik hoop dat het voor de toehoorders interessant was. En dan wens ik jullie allemaal nog een hele leuke avond. En wie weet, misschien wel eens tot binnenkort op de trein. Dag!